Ja, welkom. Wat een eigenaardig verloop, die plenaire. Maar nu welkom in de studio hier met de nieuwe fractieleider van Open VLD, Willem-Frederik Schiltz. Goeiedag, ja. Dag. Wat is daar nu gebeurd vrijdag? Of ik begin eigenlijk bij donderdagavondnacht. Plots dat nieuws van Jan Bon, die op een doorbraakfeestje zegt dat hij de cijfers wel heeft, maar ze niet geeft, alleen omdat de oppositie het vraagt. Ik denk dat dat een beetje onhandig was en niet elegant. Ten eerste heeft hij niet alle cijfers. Die cijfers die worden dit weekend, en die zijn ook vrijdagavond, en die worden maandag nog verder gevalideerd. Dat wil zeggen dat de administratie die nakijkt en zorgt dat die perfect in orde zijn. En dat weet hij ook op dat moment? Dat weet hij ook waarom op dat moment? Dan? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij op dat moment spreekt voor een achterban, dat er wat druk van de ketel moet na de lange onderhandelingen. En dat hij al een kwinkslag wil uithalen of een grapje wil plaatsen. En misschien toch onderschat heeft wat de impact op de oppositie zou zijn. Ja, het effect was inderdaad niet min, want vrijdag op een bepaald moment, tegen de middag, verlaten de verzamelde oppositie het parlement. Het had het grote debat moeten worden, grondig debat over deze regeerverklaring. Hoe spijtig is dat? Dat is spijtig. Het was sowieso al wel een beetje een speciale situatie, omdat het debat over de regeerverklaring normaal iets vroeger valt. En dan is er een vakantie tussen die verklaring en dan het begin van het parlementair jaar met de klassieke septemberverklaring en de begroting, dus die cijfers waar het over ging. En nu komt dat heel dicht bij elkaar. En u hebt gemerkt, donderdag ook al reeds, of woensdag, bij de verklaring, dat de oppositie al om cijfers aan het roepen was. En dan is het heel moeilijk om uitgelegd te krijgen, ja maar wacht, dit zijn verschillende dingen. En als hij dan zelf nog extra door een beetje olie op het vuur gooit, door die verwarring compleet te maken, ja, dan kom je in dit soort situaties terecht. Ja, want olie op het vuur, de vlam in de pan, we hoorden dat zelfs gisteren hier in de studio bij Wilfried van Dalen, nieuwe fractieleider voor N-VA, partijgenoot, die zei over zijn eigen minister-president dat Jan Bon nodeloos chaos heeft veroorzaakt, dat er een goed plan was overigens. Misschien dat Jan Bon nog niet helemaal de gebruiken van dit huis kent. Dat was ze niet mals, hè, voor zijn eigen MP. Ja, dat is natuurlijk voor rekening van Wilfried. Ik heb woensdag wel een knappe minister-president gezien die een heel fijne en krachtige regeerverklaring heeft afgelegd. Maar treedt u, meneer Van Dalen, erin bij dat dit nodeloze chaos is? Ja, dat was niet nodig. Jullie hadden een plan, hè? Er was een plan. Er lag nog een compromis op tafel om de oppositie dan toch te betrekken en de ruimte te geven om uitvoerig een debat te voeren. Met andere woorden, ervoor te zorgen dat het debat over de begroting niet begraven wordt, maar ook de volle ampleur kan krijgen van het debat dat we normaal vandaag hadden moeten krijgen. Maar ja, de oppositie heeft dat afgewezen. Op basis van ja, dat zij zich toch wat gefrasseerd voelden, lichtjes gechoqueerd voelden. Valt daar ook iets over te zeggen? Oppositie die op een bepaald moment dan verzamelt, dat half front verlaat. Je zou kunnen zeggen wat de drama queen misschien. Er viel toch wel over iets te debatteren, namelijk er zijn 300 bladzijden inhoud. Wel, absoluut. En dat heb ik hen ook zo gezegd. Er ligt een regeerakkoord van 300 bladzijden. De minister-president heeft een duidelijke lijn ingezet. De lijn die de regering zal volgen de komende 5 jaar. In die tekst, die 303 bladzijden, staan al heel veel gegevens. Er staan ook al indicaties in welke richting de begrotingen en de extra investeringen zullen komen. En dus dan denk ik, ja, nu maak je eigenlijk de democratie in zijn geheel een beetje, herleid je het tot een praatbarak of een spektakelshow. En het is misschien wel zo dat de oppositie voor zichzelf kan denken dat ze een slag hebben thuisgehaald. Maar ik denk dat voor het democratisch debat en voor de kijkers die thuis die naar zo'n debat kijken, dat dat toch echt geen goede zaak is geweest. Ja, want daarover, dat zullen alerte kijkers ook gezien hebben, een bagatel misschien, maar het was bijvoorbeeld, we gaan dat zien tijdens uw interventie, uw toespraak op een stuk uw maiden speech, zoomen camera's in op de nieuwe minister-president die op dat moment een computerspelletje speelt op zijn smartphone. Angry Birds, hij wint daar 3 sterren tijdens een cruciaal moment. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Is dat, wat vindt u ervan? Dat vind ik heel jammer, vooral omdat het een zeer goede speech was, al zeg ik het zelf, die ik goed had voorbereid. En ik denk dat de minister-president hem wel kon pruimen. Hij was wel aan het luisteren, heb ik gemerkt. Wij hebben hem wel voor de duidelijkheid gevolgd, dat maar is heel fijn. De minister-president niet. Ik denk het wel, want hij schreef af en toe een aantal woordjes op. Hij kan multitasken. Hij kan blijkbaar multitasken. Kijk, wat maar is dat minstens onhandig? Of, want daar heb dat je is natuurlijk, onhandig. Het ging net over de dédain. Ik citeer oppositie, tegenover de volksvertegenwoordiging, tegenover het parlement. Ja, dan doe je net zoiets op zo'n gevoelig moment. Ja, ik moet de minister-president misschien toch een klein beetje verdedigen. Dat ik wel het gevoel heb dat hij op zich het parlement respecteert, maar door
een aantal stommiteiten, kleine stommiteiten, zoals die uitlating, zoals dat spelletje, zitten natuurlijk een foute toon. Langs de andere kant het spektakel van de oppositie, het gebrul en getier van op de banken, hun eigen fractieleiders niet laten uitspreken, woorden verdraaien, dat is toch ook allemaal geen fraai schouwspel, los van de rechten, de plichten of het debat die het had kunnen zijn. Ik vind ook persoonlijk dat als de oppositie vindt dat er cijfers moet zijn, iedereen mag vragen waar hij vindt dat hij recht op heeft. Maar als daar een antwoord dan op komt, dan moet je dat ook aanvragen. In een democratie, in een parlement, wissel je van mening en is het de bedoeling dat de botsing van de meningen leidt tot een beter inzicht. Maar als niemand naar elkaar luistert en om ter harst brult en allerlei procedureslagen begint te organiseren, ja, dan kom je niet verder, dan kom je niet tot betere inzichten. Ik heb mijn speech gehouden, ik heb mijn toespraak gisteren gehouden en ik had veel liever gezien dat de oppositie mij weerbericht bood, dat zij tegenargumenten gaven. Want dan ziet de kijker thuis één argument, een tegenargument en trekt dan zijn conclusies wat hij denkt dat dan het beste moet zijn. Dat is een debat, terwijl nu was het een debat over het debat eigenlijk. Ja. Trouwens, voor uzelf, u weet net dan 2 dagen geleden dat u fractieleider wordt. Kan dat enigszins inschatten wat de planning, de agenda is? En dan krijgt u pardoes dit op uw bord. Dat is even... Ja, dat is een, ik heb een snelle start moeten maken van 0 naar 200 in 3 seconden. Dat is deel van de politiek. Als ik aan jonge mensen moet uitleggen hoe is het om parlementslid of politicus te zijn, dan zeg ik dat is behoorlijk rock'n'roll. En onvoorziene omstandigheden. Voilà, je weet vaak 's morgens niet wat er s'avonds op je bord landt. Maar ook een fractieleider, dat is een teamleider, een coach, zoals een voetbalploeg. Ik zag mandatarissen ook militant op sociale media, die niet malswaar voor Jan Bonne heeft, die troepen in toom moeten houden bij fractievergaderingen, of hoe gaat dat dan? Want er was ongenoegen bij Open VLD. Een fractieleider is inderdaad een coach. En dat wil zeggen dat hij zijn spelers, zijn team, de ruimte moet geven om hun ding te doen, om hun eigenheid te behouden, om, wat ik ook in mijn speech heb gezegd, als je iemand zijn talent tot volle wasdom laat komen, dan kom je daar verder mee. Maar je moet natuurlijk ook als groep opereren, je moet ook compromissen kunnen sluiten. We zijn nu deel van een meerderheid en dus moet je ook wel binnen die meerderheid kunnen blijven, moet je daar ook elkaar kunnen vinden. En dat vraagt soms overleg. Dat is altijd zo. Soms haal je een slag thuis, soms kan je een argument winnen, soms moet je ook een compromis sluiten en iets toegeven en dan moet iedereen zich daarnaar schikken. Wel, dat was vandaag misschien ook al het geval, niet over die begroting of over Jan Bon, maar mevrouw El Kawakibi, die het op een bepaald moment heeft over de inhoud van het akkoord, het luikje integratie of wat jullie nu samenleven noemen. Zij gaf, ook als nieuwkomer hier in het parlement, duidelijk te kennen dat ze zich eigenlijk niet kan vinden in die regels over neutraliteit bijvoorbeeld. Ze geeft het voorbeeld van jonge dames die geen job vinden of een job verlaten omdat ze dat hoofddoek niet kunnen dragen. Heeft u bij haar, ja, als u daar dat voelt, dat ze zich daar niet goed bij voelt, moet u daar de plooien glad strijken of in het gareel houden? Uiteraard moet je overleggen als iemand een mening heeft die wat afwijkt van de mening die door de partij of de fractie wordt neergezet als compromis. Mag ze dat? Heeft ze die ruimte om daar openlijk blijvend kritiek op te hebben? Daar is ruimte voor, maar opnieuw, je schakelt je wel in een groep, in een ploeg. Siham weet wat het standpunt van de partij is, weet ook wat de inhoud is van het regeerakkoord en heeft het regeerakkoord ook mee goedgekeurd. Dat wil niet zeggen dat zij daar mee onderhandelt een stuk, begrijp ik dus. Dat wil niet zeggen dat zij nog altijd een eigen mening kan hebben en het jammer kan vinden dat bepaalde passages niet de uitkomst hebben die zij had gehoopt. Dat is mij in het verleden ook al overkomen. En dan is het zaak van die eigen mening te behouden. Je moet natuurlijk zijn wie je bent, jezelf in de spiegel kunnen kijken en jezelf niet verloochenen. Maar je moet ook aanvaarden dat niet al je persoonlijke overtuigingen uiteindelijk tot in een compromis kunnen doordringen. Maar misschien voelt ze zich geroepen om hier in dit op dit thema de luis in de pels te blijven? Siham heeft in haar tussenkomst een aantal ook terechte punten aangehaald waar wij als partij ook over zullen waken. Daarom dat wij ook zeer tevreden zijn dat Bart Somers op dat departement zit. En dus de bezorgdheid om discriminatie uit de maatschappij te houden, dat ook jonge dames met een hoofddoek voldoende kansen krijgen, gelijke kansen krijgen, dat is een zeer terecht pleidooi. Dat is het vooral uitzoeken op welke manier dat je die bezorgdheid het best tot uiting kan brengen. Misschien was haar bezorgdheid ook deels te gevolgen of eens te meer na een andere uitspraak van minister-president Jan Bon gisteren bij Doorbraak. En dat ging over het Vlaams Belang. Hij deed daar het relaas over die gesprekken met die partij. Heel veel gesprekken en benadrukte dat het absolute bedoeling was om met die partij in zee te gaan. Dat hij dat absoluut zag zitten. Het kwam over alsof de andere partij, jullie nu, alsof dat dan tweede keus is.
Ik kan alleen zien. Bij, natuurlijk, ik was er inderdaad niet bij, dus ik moet u op uw woord geloven. Ja, kijk, dat is voor rekening van de minister-president. Ik heb alleen gemerkt hoe wij onderhandeld hebben, welke ruimte voor compromis hij gelaten heeft. Ik heb een regeerakkoord gezien dat evenwichtig is, waarvoor de drie partijen voldoende eten en drinken in zit. En ik denk dat de minister-president zich de komende dagen, maanden en zelfs jaren vooral zal moeten focussen op deze meerderheid en deze regering. En dat hij ook daar zijn handen aan vol zal hebben om het tot een goed einde te brengen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog verder in die rol zal groeien en het effectief tot een goed einde zal brengen. Ja, en handen vol, u zelf ook als fractieleider. Want na deze turbulente week, wie zich nu afvraagt, hoe gaat dat verder verlopen na het weekend? Hè? Ja. Iedereen kijkt uit, heeft veel vragen over die begroting. Er komt een commissie, wanneer juist? Wanneer is het een gewone plenaire vergadering? Wat zien we volgende week? Maandag, kort na de middag, zullen de cijfers aan het parlement bezorgd worden. Dus dat wil zeggen de tabelletjes met de inkomsten en uitgaven zoals daar tijdens de onderhandelingen rekening mee gehouden is, maar dan wel up-to-date gebracht door de administratie. Dan de dag erna, dinsdag, zal er een commissie ad hoc, een bijzondere commissie, die de overbrugging heeft gemaakt van de verkiezingen tot wanneer de nieuwe commissies geïnstalleerd wordt. Die commissie komt samen om te discussiëren over die tabellen en over die cijfers. En dan woensdag, de dag erna, dan zal er terug een gewone plenaire vergadering zijn waarbij alle commissies geïnstalleerd worden en het reguliere werk van start gaat. Dus tegen midden volgende week is al veel uitgeklaard voor wie met die vragen zit. Hè? Zo is het. Ja, dank u wel, meneer Schiels, voor dit gesprek. We zullen u als nieuwe fractieleider hier nog vaak zien. En nu trouwens ook meteen in deze uitzending. We gaan nu kijken naar die tussenkomst van meneer Schiels tijdens die turbulente plenaire zitting vrijdag.